De nieuwe vlog is nog niet eens goed begonnen en het loopt nu wel compleet anders dan gehoopt. Want ik zou hier om te beginnen morgen een dagsessie gaan vissen met een gastvisser. Helaas, hij heeft nou last van een dikke voet, een ontsteking, waardoor hij nou even vooral moet rusten en ja, een dagje vissen er helaas niet in zit. En dan gezegd hebbende, ook ik heb last van een dikke opgezwollen enkel. Gisteren met hardlopen ben ik zo slim geweest om in een konijnenhol te stappen. Ik hoorde iets krak zeggen, maar goed, ik kan er nog op steunen. Maar ja, het is wel Kevin shocked in plaats van Kevin vlogt. Maar ik ben weer hier aan het prachtige riviertje. En dit is het riviertje waar ik eerder dit jaar voor het eerst ben gaan vissen. Toen een in-actievideo, mocht je hem nog niet gezien hebben, ik zal je boven even een linkje plaatsen. Maar ja, hier heb ik dus voor het eerst toen gevist in het vroege voorjaar. Flink wat actie gehad, enorm naar mijn zin gehad. En ja, waren geen hele grote vissen, maar het was gewoon lekker relaxed vissen. En mijn plan was dus om Marco hier mee naartoe te nemen. Marco is een veteraan van de landmacht die ik onlangs heb leren kennen. En dat was tijdens de voorbereiding van een project waar ik later wel een keer meer over zal vertellen. Maar ja, het leek tof om eens een keer Marco mee te nemen naar de waterkant. Lekker een dagje ontspannen en even alle zorgen vergeten. Maar ja, Marco die zit dus nou thuis met een opgezwollen voet. Dus Marco, beterschap bij deze. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga zelf alsnog gewoon hier een dagsessie op een riviertje doen. Kan ik ook gelijk er een vlog schieten. En ja, mijn plan was eigenlijk eerst om een nieuw stuk te gaan bekijken. Daar misschien een beetje voer achter te laten, maar helaas, er zaten karpenvissers. En toen dacht ik bij mezelf om nou met mijn, ook mijn opgezwollen pootje, mezelf het een beetje leed te besparen. Ik ga gewoon terug naar de stekken waar ik al vis heb gevangen. Even rondkijken en het is echt wel flink veranderd. Het water is een stuk helderder, staat zo goed als stil. Ik heb ook wel sporen hier van vissers gezien, ook recente vissersactiviteit. Maar goed, ja, daar heb je toch overal, als het mooi is willen er meer mensen vissen. Maar ik denk dat ik hier morgen gewoon lekker een dagsessie ga beginnen. Dus ik ben al een beetje rond het kijken waar ze die schone plekjes, zoals ik de hengels kunnen zetten. En wat ik ga doen, een paar handjes voer erop. En dan ben ik morgenochtend weer heel vroeg terug op deze stek. Althans, dat is het plan. En je weet hoe het gaat met de plannen tijdens Kevin vlogt. En als ik er dan toch langs loop, de andere stek uit de video, de stuw. En ja, dit is wel heel tof. Dus juist kwam ik hier langs, er stond maar één van de twee stond open. En deze, ja, deze stuw is op afstand, is hier bedienbaar. En nou komt er ineens uit alle twee de openingen water. Dus dat betekent ook dat er veel meer zuurstof hier in het water komt, een beetje beweging erin. En mijn ervaring is op beekjes, riviertjes, kleine afwaterskanaaltjes, dit kunnen echt absoluut de hotspot zijn. De vorige keer was het ook zo, er kwamen achter elkaar een paar aanbeten uit. Dus ik ga ook even hier snel een paar handjes voer achterlaten, want ik kom er gewoon langs gelopen morgen. En het makkelijkste wat ik dan kan doen is even snel een beetje voer erop en misschien later ook een hengeltje erop leggen. Dit kan een echte hotspot zijn en het mooie is dus ook, ik hoef niet veel voer. Gewoon even een paar handjes hier erin en that's it. Zo, klein beetje gevoerd, een paar handjes, niet te veel, tijd om naar huis te gaan. Een goedemorgen mensen, het is nog vroeg, maar ik sta al aan het water. Wellicht kan je het horen, ik sta hier bij het stukje bij de stuw. En het ziet er hier heel goed uit. Er zat wat meer stroming dan gisteren nog, wat meer zuurstof in het water. En leek alsof ik zojuist zelfs iets van grote witvis zag rollen. Wat ik ga doen is hier even een paar bolletjes voeren. En dan ga ik door naar die stek hierboven. En dan gaan we daar eens de dag starten. Want het is nog vroeg, het ziet er heel mooi uit. En ik hoop dat we heel snel een vis kunnen vangen. Zullen zien. Misschien is het maar goed dat die dagen nou een stuk korter worden. Het is nu 6:30. En je merkt gewoon, het is echt nog een heel stuk donkerder. Het ligt er wel heel mooi bij zo. En daarachter in de verte begint de zon op te komen. Dus wat ga ik doen? Snel mijn hengels in orde maken. Want ik heb wederom vang. Deze hengel die ligt op zijn plek, wat ik heb gedaan. Je kan langs de kant zien dat er duidelijk echt flink wat waterplanten staan. En ik gebruik molens met een vrijloopsysteem. Die heb ik bewust dus niet aangezet,
Ik zit zelf een meter of 40, 50 verderop en ik wil niet dat die vis ongelooflijk veel lijn pakt. Verder de hengel even vastgezet, handig met zo'n rotlokkertje, dus die kan echt geen kant op. En als ik beet krijg, that's it. Dus ik ga even op spanning zetten. Zo. Het is dan toch wel grappig om te zien hoe dat gaat. Dan ben ik hier in april voor het eerst. Toen mijn eerste keer vis op dit water. Gelijk ook nog eens voor een video. Dus de druk die lag erop. Maar ja, ongelooflijk toffe twee visdagen gehad. Op meerdere stukken gevist. En een paar hele mooie punten. Een puntgave vissen gevangen en een prachtige zitting. En dan toch ben ik inmiddels weer bijna een half jaar verder dadelijk. In ieder geval maanden verder. En al die tijd ben ik hier niet meer geweest. En dat is ook wel zonde, maar de visserij op andere wateren en ook wel het gericht vissen op bepaalde grote targetvissen, dat heeft echt wel wat tijd opgeslokt. Ja, nou is het lekker om weer een dagje hier te zijn en dan kunnen we eens kijken of het wederom gaat lukken. Het water is wel compleet veranderd. Het is een stuk helderder geworden, flink op meer plantengroei. En je kan ook wel duidelijk zien dat hier de afgelopen zomer stevig gevist is. Her en her plat gras, wat sporen her en her van vissers. En mijn verzoek aan jullie, ruim je rotzooi op. Dan hoeven andere mensen het niet voor je te doen. En we zijn te gast hier in de natuur. Dus laat het minstens net zo netjes achter als dat je het aantrof. En ik ga nou in ieder geval gewoon lekker proberen een paar uurtjes op deze stek. Ik heb gisteren dus een beetje gevoeld. Een paar handjes her en der. En het oog nu nog heel stil. Maar ik kan natuurlijk elk moment omslaan. Ik heb ook hierachter onder de stuw nog een beetje gevoerd. Zojuist bij aankomst. Dus als ik straks terugloop naar de auto, dan kan ik het gewoon met een hengel proberen. En dan hoop ik dat ik vandaag gewoon weer een hele mooie puntgave vis ga vangen. Liefst natuurlijk meerdere of een grotere. Maar als gewoon daar die beetmelder afgaat, die bevestiging dat, dat ik op de vis zit. Dat zorgt voor mij toch echt wel voor die adrenaline rush. En dat is zo voor kakapen vissen. Dus fingers crossed voor een aanbeter. Amper een uurtje aan het vissen en de eerste aanbid is een feit. Klein schupje, gaf ook niet heel veel sport, maar zeker heel erg welkom. En dat was de rechtse hengel met een van de zelfgemaakte pop-upjes. Felroze, Scopex en Black Current flavor. Ze blijven gewoon werken. Maar ik ga die hengel maar eens in orde maken en dat visje natuurlijk even laten zien. En dan hopen dat er meer komt, maar goede start zo. Hij is niet heel erg groot, hij is wel heel erg welkom. Amper dus een uurtje aan het vissen en dan was die rechte hengel die ging. En dit is het resultaat. Mooi torpedoschupje. Zo'n vis wat je hier zou verwachten. Zo'n langgerekt, verwilderd, mooi donker. Geen sporen van vangsten van andere vissers. Dus dat is ook wel heel erg mooi, hè. En die kop is eraf. Rechtse hengel dus, met een multerichtje en het zelfgemaakte pop-upje. En mijn dag start goed. Dus kijken of we er eentje bij kunnen vangen. Misschien zelfs een grote broer of zus. Het zou ook wel tof zijn om hier een keer op dit stuk een spiegeltje te vangen. Ik heb inmiddels een foto gezien van een andere vis van een heel gaaf rijkapertje. Maar dit soort schubs gaat ook niet vervelen. Mooie afwisseling op die ronde bleekspiegels uit de vorige vlog. We gaan hem snel terugzetten. En dit is dus waar ik de vis zojuist op ving. Ik zal even laten zien dat ik die hengel weer terug het water in smijt. Dit is hem dus, de multirig. Het is eigenlijk een van mijn favoriete pop-up onderlijnen, jarenlang geweest. En misschien door de komst van de spinner / Ronnie-rig, een beetje, net zoals de chot-rig, een beetje vergeten. Maar jarenlang heb ik dus heel veel met deze rig gevist. En toen ik hier gisteren rondkeek en ik zag her naar die waterplanten, toen dacht ik, ik heb het liefst toch mijn haak los van de bodem. Want ondanks dat ik hem wel echt goed voel landen zeg maar, op de bodem, hè, met een harde tik en verwacht dat het redelijk schoon is, ga ik liever voor het zekere van een pop-up presentatie. En die multirig heeft hij jaren geleden op vergelijkbare watertjes eigenlijk nooit in de steek gelaten. Dus ik ben zelfs zo ultiem gemak gegaan. Ik heb gisteren gewoon twee pakjes kant-en-klare multirigs heb ik gewoon opengetrokken. Wat heb ik gedaan? Hier kan je het zien.
Ik heb het richtringetje heel eenvoudig even vervangen voor een Beige Crew. Dat zijn nieuwe Beige Crews die binnenkort ook van Cora in de winkel komen. En dat zorgt ervoor dat ik gewoon heel makkelijk mijn pop-upje gewoon op een schroefje kan draaien. Dus heel snel en makkelijk aan het vissen ben. Verder heb ik hier aan deze kant de kant-en-klare onderlijnen worden geleverd met een normale wachtel. Die heb ik eraf geknipt, waardoor mooie lusjes ontstaan. En die kan ik dus gewoon in een quick change loodsysteem hangen. Ja, dat is dus hier een helikopter loodsysteem. Handige tip, laatst ontdekt. Vroeger deed ik altijd stukjes van een anti-tangle sleeve kapot knippen om die quick change wachtel af te dichten. Nou, wat ik nu heb gedaan is gewoon een 4 mm kraal gepakt. En daarmee kan ik dus mooi die opening dichten zonder dat ik allerlei sleeves kapot hoef te knippen. Ja, en dit is dus het richtje dat ook nu weer teruggaat naar die stack en hoopt nog een vis te vangen. Nou, ik zou zeggen, wil je meer weten over die multirig? Ik heb een paar jaar geleden een masterclass gefilmd, speciaal over mijn twee favoriete pop-up rigs van dat moment. De chot rig en de multirig. Dus een volledige masterclass over dit onderwerp. Wil je die even checken? Hierboven heb ik een mooie link. Klik daarop en je vindt alle informatie die je nodig hebt over het vissen. Dus met de chot rig en de multirig. En dan ga ik snel kijken of ik nog een vis erbij kan vangen. Zo, de spullen liggen op de kruiwagen. Eén engel die heb ik nog in elkaar. Maar een klein stukje lopen en op die stek ga ik het gewoon even met één hengel proberen en we kijken of het daar lukt. Nieuwe stek, nieuwe kansen en de hengel die ligt inmiddels op scherp met een multirig een paar meter uit de kant. Ik heb er een paar hele halve en verkruimde bollies omheen gegooid, want op die manier heb ik toch echt wel wat meer attractie rond de stek. En ja, ik denk dat ik veel meer uit een bollie haal dan wanneer ik een paar hele ronde bollies erin gooi. Ik vis ook maar één engel. De reden daarvoor is, het is gewoon een stuk krapper hier. Ik hoop niet dat die andere engel in de weg ligt tijdens een drill, maar het komt ook wat extra lijndruk. En dan gaat hij gewoon eens een uur, anderhalf uur eens proberen, denk ik. En dan zien we wel. Ik zit in ieder geval gewoon lekker op mijn stoeltje, spullen bij de hand. En als kwestie van rustig blijven, hopen dat ik niks verjaag. En als meteen die hengel helemaal krom getrokken wordt door een boze kaper. Dat is een nieuwe plan. Keuzes, keuzes, keuzes. En niks zo onzeker als het kapervissen. Want de ene keer werkt, hoeft de andere keer natuurlijk nog niet te werken. En dat bedoel ik eigenlijk met name locatie en stekken. Die vissen die hebben vinnen, die vissen die zwemmen. En die kunnen zomaar een heel stuk opschuiven. En met name voor dit soort smalle riviertjes, beekjes, afwateringskanaaltjes, vaarten of wat dan ook. Kijk, het is smal en die vissen die kunnen gewoon heel makkelijk gewoon een paar kilometer wegzwemmen. Gelukkig heb je hier nog wel stuwen, dus ze worden wel een beetje beperkt. Maar het kan goed zijn dat ze gewoon helemaal aan de andere kant van het stuwvak liggen. Dus ik ben aan het twijfelen. Misschien dat ik ons meteen daar voor een paar uurtjes ga zitten. Nieuwe stek, nieuwe kansen. En hoop op meer geluk. Want over dat geluk gesproken zit niet bepaald mee. Ik rees juist aan deze stek na iets meer dan 2 kilometer, 2,5 kilometer rijden. En de laatste 100, 200 meter sprong ineens een lampje aan. Eerst een sleuteltje, daarna een melding en de auto. Temperatuur, koelvloeistof te hoog. Dus ik vrees dat ik zo de ANWB moet bellen. Maar ik ga gewoon eerst even die hengels uitleggen. Ik kan zeker nog een uur, twee uur op deze stek vissen, denk ik, voordat ik zal moeten gaan bellen. En ik heb eigenlijk meer zin om nou gewoon een kaper te vangen dan alle gedoe met de auto. Dus hopen dat ik hiermee geluk heb. Ziet er in ieder geval wel mooi uit hier. Staat verderop helaas wel een jongen ook met een werphengel te gooien. Ik geloof niet op kaper te vissen, maar meer whatever komen ze lang. Maar spoedoperatie, hengels erin. Ook ik heb wel eens een dag. Heb ik er goed aan gedaan om weg te gaan op die eerste stek?
Heel snel al een aanbeet, daarna een hele poos stil. Ja, mijn onderbuikgevoel zei verkassen. Dus ja, dat gedaan. Maar ook op die andere stek was niks. En dan nu stek 3. Nou, zelf een update geven. Ben al ongeveer 3 kwartiertjes aan het vissen. En dan kwam zojuist tot de ontdekking dat ik waarschijnlijk op het voer van iemand anders zit. Nou, wat zag ik gebeuren? Er zitten wat meer koeten. Nou, ik ben mijn linker hengel een hele poos op te duiken. En ik dacht, nou ja, goed. Die zijn gewoon die boilies op hun duiken die ik er net bij heb gegooid. Zullen er niet meer dan een stuk of 10 zijn geweest. Alleen dan zie ik ze juist nog een klein stukje verder. Zie ik ze ook met een duidelijk andere kleur boilie zie ik er eentje boven komen toen ik er even naartoe liep. En dat is geen goed teken. Dus het zou kunnen zijn dat iemand misschien ja, zelfs vandaag bijvoorbeeld nog gevoerd heeft. Of gisteren voor de hele hoeveelheid. Maar ja, mijn vertrouwen is in ieder geval flink aan het zakken. En ja, dan ook nog dat gedoe met die auto. Dus het is verre van een visdag die volgens planning gaat. Nou ja, die horen er ook bij. Het blijft natuurlijk vissen. Hè? Als je een script kon schrijven en die vissen kon dwingen eraan te houden, dan had ik het gedaan. Maar helaas, werk nooit met kinderen en dieren. En voor zo'n vlog heb ik toch wel enige medewerking van vis nodig. Nou ja, dat gezegd hebbende, ik heb in ieder geval een vis vandaag gevangen. Het is nou rond de lunchtijd en ik denk dat ik zo meteen maar eens gewoon de ABB ga bellen. En afhankelijk van hoe lang het duurt voordat zij er zijn om mij met de auto te helpen, zal ik dus dan weer op moeten gaan ruimen. Ik ben ook wel nieuwsgierig eigenlijk hoe jullie vandaag zo'n ja, korte visdag zouden hebben aangepakt. Zouden jullie ook zo mobiel aan de slag zijn gegaan? Of hebben jullie zoiets van als ik ergens een vis vang, dan ga ik daar gewoon de rest van de dag uitzitten? En wat ik dan ga doen is, ik ga bij een van jullie, als jullie gewoon een comment achterlaten, dan ga ik een van die comments eruit plukken. En die ga ik een tof prijspakket opsturen. Nou ja, meer informatie over wat je dan in het prijzenpakket kan aantreffen. En wanneer ik die weer naar bekend ga maken, dat tref je hieronder in de beschrijving van deze video. En dan even snel een bak thee zetten. En hopen dat er nog een aanbod volgt. Kijk, er zijn er altijd nog vreemdere dingen gebeurd tijdens het karpervissen. Dus die ene aanbod uit het niets, die kan zomaar nog komen. Nou, stek nummer 3. Nee, dat ging me echt niet meer worden. Ik zag die meerkoeten her en met boilies omhoog komen die duidelijk niet voor mij waren. Het zag ook gewoon dood uit en achteraf gezien denk ik gewoon dat ik op die eerste stek had moeten blijven. Maar ja, de spullen liggen nou weer in de auto en dat is niet om terug te gaan naar een van die stekken. Nee, dat is om met behulp van de ANWB weer veilig naar huis om meteen te kunnen. Ja, dat is dan ook het einde van deze vlog. En ik wil jullie vragen om mee te denken over een leuk onderwerp voor vlog nummer 7 alweer. Hopelijk wordt het ook lucky number 7. Zelf was ik net al aan het denken toen ik die vis had op die zelfgemaakte pop-ups. Nou, mijn potje begint al aardig leeg te raken. Om misschien bijvoorbeeld nieuwe pop-ups te gaan maken. Misschien ook een nieuw recept en daarmee naar de waterkant te gaan. En met die zelfgemaakte pop-ups vis te vangen. Uiteraard laat ik dan ook stap voor stap zien hoe je die pop-ups maakt. En hoe je ook zelf in de keuken aan de slag kan gaan. Maar ja, ook elke andere laagdrempelige manier van karpervissen met kans op een beetje actie. Ja, drop gewoon even een berichtje in de comments. Laat het me weten. En door ook een berichtje achter te laten die ook automatisch mee in de winactie. Meer informatie daarover vind je onder de omschrijving van deze video. En ik zou jullie willen vragen, abonneer even op het Korte Benelux Karpervissen TV YouTube kanaal. Want dankzij jullie support kan ik lekker af en toe het kantoor uitklippen om dit soort toffe dagen aan de waterkant te hebben. En voor jullie leuke content te maken. Maar goed, nu eerst die auto weer eens aan de praat krijgen en dan op naar huis.